Hallo iedereen en superleuk dat jullie kijken naar mijn allereerste echte vlog. Ik heb proberen een hele dag te vloggen. Ik weet echt niet of ik het ga volhouden, maar we kunnen gewoon proberen. En ik moet nog eens een intro zoeken voor mijn vlogs, want ik weet het nog niet. Maar ik heb net ontbeten. En als ontbijt heb ik een banaan gegeten. Ik wilde ook kersen eten, maar er waren helemaal geen kersen meer. En zo van die wafeltjes die je zo in de broodrooster kunt doen en dan heb je warme wafeltjes. Dus dat heb ik als ontbijt gegeten. En vandaag ga ik heel veel dingen doen. Of ja, in de voormiddag niet echt. Dan komt mijn poetsvrouw en het zoontje van mijn poetsvrouw. Dus waarschijnlijk ga ik met het zoontje van mijn poetsvrouw spelen. Om die een beetje te vermaken. Als outfit heb ik deze jumpsuit aan. Die had ik gisteren ook aan. En we zijn... volgens mij zijn we vandaag de... Even tellen. Wacht hè. We zijn de 13e en het is ongeveer 8:30 ochtends. Dus ja. Waarschijnlijk ga ik ook vandaag mijn koffer inpakken strakjes. Moet ik ook nog naar Albert Heijn voor snoep. En misschien ga ik ook dit uittesten. Wat ik in de shoplog heb uitgelegd, wat dat is. Heb je die nog niet gezien, dan druk dan hier ergens rechtsboven op dat i'tje. Want dan moet je die zeker bekijken na deze vlog. We zijn inmiddels een paar uurtjes verder. Het is 1 uur voorbij en ik ben klaar met opletten op dat kleinkindje. En dat kleinkindje was echt super schattig en super lief. Dus ja. En kids have us. Even op TikTok zitten of zo, want daar heb ik al zin in. En dan daarna ga ik naar een Zoom meeting. En dan ga ik mijn koffer maken. Dus ja. Ik moet ook nog eigenlijk een betaling doen. Maar mijn laptop is eigenlijk echt helemaal plat. En ik heb niet de juiste laadkabel, want volgens mij heeft mijn papa die meegenomen. En heeft hij dus een fout kabel meegenomen, waardoor ik mijn laptop nu niet kan opladen. Dus dat is wel een beetje vervelend, maar kan gebeuren. Het is inmiddels al 5 uur. Ik ben begonnen met mijn kazoekoffer. Want ja, dat ligt hier op de grond. Dus dit heb ik al allemaal klaargelegd voor mijn kazoekampje. Dit ga ik waarschijnlijk aandoen. Dus vandaar het apart ligt. En ja, dit is mijn lijst. Wat ik allemaal moet meepakken. Dus ik moet ook best wel veel nemen. Alleen ik ben een crop top kwijt en ik vind die niet. En dat is heel stresserend, want dat past op deze broek. Die hele broek, want voor de rest past er niet eens op. Ja, misschien iets met wit of zo, maar ja. Ik weet het niet. Of ja, dit past er misschien nog een beetje op of zo. I don't know. Nee, dat past echt niet op. Maar ik weet dus ook niet wat ik hier ga opdoen. Op aandoen. Dus ja, vandaar dat ik een zwarte crop top zoek, maar ik ben die gewoon kwijt. En dat is zeer frustrerend. Ik heb net ook nog een betaling gedaan. Dus dan is het ook alweer gedaan. En binnenkort komen er allemaal hele leuke promotorspakketjes aan. Want ik heb heel veel promotors. Of ja, heel veel mensen die iets willen opsturen. Zodat ik hun promote. Dus binnenkort komen allemaal unboxing video's op mijn YouTube kanaal. Wat heel leuk is. En voor de rest weet ik niet wat ik nog ga doen vandaag. Ik zou het echt niet weten wat ik nog ga doen. Ik wil heel graag dat ding uittesten. Van de Action. Alleen... En dan wil ik een andere video doen, want anders gaat deze video veel te lang worden. En ik weet nog niet waar ik dat ga opnemen. Dus ja, dat moet ik nog eventjes uitzoeken. Ik denk dat ik nu die video ga maken van om dit uit te testen. En waarschijnlijk als jullie deze vlog kijken, staat de video online. Dus ga zeker kijken hier rechtsboven of hier naar deze video, want dat zou super leuk zijn. Dus ik ga dit nu even uittesten. Oké, ik heb dus net die pen uitgeprobeerd. Deze pen. En hier is ook het resultaat. Ja, kijk maar de vorige video. Als jullie willen weten wat ik ervan vind. Want daar leg ik het uit wat ik ervan vond. We zijn alweer eventjes verder. Ik vergeet telkens om te vloggen. Maar ik doe gewoon niks nuttigs momenteel. Dus ik kan ook niet veel vloggen. Maar voor de mensen die zich afvragen waarom ik in heel video's dezelfde outfit aan heb. Dat komt omdat ik superveel video's... op dezelfde dagen heb gemaakt. Dus vandaag en gisteren. Dus vandaar en sorry daarvoor dan. Dat ik zo vaak dezelfde outfit aan heb. En normaal de volgende video komt ook nog in deze outfit. Want ik moet nog iets vertellen aan jullie. En de video's daarna komen normaal gezien
de video's daarna komen normaal gezien in een andere outfit. Ik kwam even niet meer op mijn woorden, sorry daarvoor. En voor de rest heb ik nog niet veel gedaan. Ik heb net een TikTok gemaakt, maar die komt dus in de volgende video, want die is best wel belangrijk. Wow, ik mag echt niet te snel praten, want dan kom ik helemaal niet meer op mijn woorden. Dus wat ik zei is, ik heb dus een TikTok gemaakt en die komt in de volgende video, want dat is best wel belangrijk en ik moet er een beetje uitleg aan geven. Ik wil eigenlijk wel mijn koffer verder maken, want ja, daar heb ik wel zin in. Alleen, er zit nog een crop top in de was en die wil ik graag meenemen, dus daar moet ik nog even op wachten. Maar voor de rest kan ik wel al alles inpakken volgens mij, zoals shampoo enzovoort. Want ik heb 2 verschillende shampoos en handzeep enzovoort. Oké, ik zeg echt vaak het woord enzovoort. En ik wil ook handzeep meepakken, namelijk deze van Rituals. Dat is niet gesponsord, maar die ruikt zo lekker. Dus die wil ik waarschijnlijk meepakken. En ook nog deze spullen voor tegen mijn puisten. Want ik heb eigenlijk nog best wel veel puisten. Ja, valt nog wel mee. Maar ik heb dus deze spullen van Yves Rocher. Is ook niet gesponsord, maar dit helpt echt wel heel goed. Mijn tandenborstel kan ik nog niet inpakken, want die heb ik nog nodig. En ja, voor de rest weet ik niet wat ik nog allemaal moet meepakken. Dat staat op dat lijstje. En dat lijstje bekijk ik zelfs allemaal veel beter. Dat ga ik dus waarschijnlijk vanavond nog een beetje verder doen. Dus ja, mijn koffer inpakken. En sorry dat ik zo vaak dus ja of gewoon enzovoort en zo zeg. Het spijt me daarvoor. Ik moet ook wel nog die vloer opruimen, want door dat dingen te gebruiken, die pen, heb ik heel veel rotzooi achtergelaten. En dat is niet zo heel chill. Dat ga ik dus ook nog doen. We zijn alweer een uurtje verder en ik ben ook een stuk verder met mijn koffer maken. En ik ga jullie even laten zien hoe het er nu al uitziet. Zo ziet het er momenteel uit. Hier zit allemaal kleren, zwemkleding enzovoort. Hier zitten 2 paar schoenen in, mijn sandalen en wandelschoenen. Maar ik wil eigenlijk nog meer schoenen meepakken. Alleen ik weet echt niet of dat allemaal in die koffer past. Want ik heb ook al 2 paar slippers mee. Misschien is dat niet zo verstandig. Ik ga deze paar wegdoen, want anders heb ik veel te veel mee. Dat wil ik dus aandoen. Volgens mij had ik dat al gezegd. Een linnenzak, of ja, die ik gebruik als linnenzak. Een vuilniszak. Hier zitten doucheproducten in. Mondmaskers. En kijk, eigenlijk is alles al afkruist in mijn lijst. Of ja, bijna toch. Alleen dat nog. Maar dan moet ik de dag zelf erin doen. En dit gaat allemaal daarin. Dat is mijn laptop, mijn tablet voor muziek te luisteren. En mijn hele coole zonnebril. Ik zal die eens opzetten. Want het is echt cool. Kijk, mijn coole zonnebril. Kijk, dus dat is dit. En ik heb ook al snoepjes klaargelegd en zo. Dat ligt onder. En morgen ga ik dus ook nog naar Albert Heijn voor snoep. Ik bedoel, dat ik koekjes heb klaargelegd. Want snoepjes moet ik nog halen. Mijn powerbank moet ik nog mee pakken. Laadkabel, snoepkoek, oortjes. En ik ga ook een sieradenspel mee pakken. Een beetje, want dan kan ik ook sieraden maken. Want dat is leuk. En ik neem ook oortjes mee. Alleen moet ik eens kijken welke oortjes ze nou doen. Want ik heb het gevoel dat heel veel oortjes het niet doen. Ik moet ook haar accessoires mee pakken. Of ja, dat neem ik altijd mee. Zoals elastieken. Een diadeem enzovoort. Dus dat moet ik ook nog allemaal inpakken. En dan ga ik deze slippers dus even beneden brengen. Want het heeft geen zin om superveel slippers mee te pakken. 1 paar is genoeg. Dus dan ga ik dat terug in de kast leggen. En voor de rest weet ik niet wat ik nog allemaal moet meepakken. Buiten hetgeen wat ik gezegd heb. En als ik nog iets nodig heb, dan moet ik het maar op mijn lijstje schrijven. Want anders vergeet ik het. En dat is echt niet goed. Maar mijn mama controleert morgen of overmorgen alles wat ik kan meepakken. Dus dat is top. Dan denk ik dat ik momenteel klaar ben met vloggen voor vandaag. Het is 9 uur en ik weet niet wat er nog interessant is om te vloggen. Dus dan wil ik hierbij de video afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een hele leuke vlog vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Doei! Oké, nog heel even snel iets tussendoor. Ik had dus in de vorige video die pen uitgetest van de Action. Zo niet, ga dan zeker nog even bekijken. En toen zei ik dat ik het niet zou aanraden aan andere mensen en een 6 op 10 zou geven. Ik heb het gisteren opnieuw uitgetest en alleen met schrijven, dus geen hartje getekend. En dat werkt wel perfect, dus dan zou ik het wel een 8 op 10 aanraden. Alleen om te schrijven en niet om figuurtjes mee te maken. Dus dat wil ik nog even zeggen.